Yo gasten, een hele goede dag allemaal hier en vandaag breng ik jullie een nieuwe live commentary. En dit keer spelen we op de beste map tot nu toe van Call of Duty Ghost. Naar mijn mening in ieder geval Strike Zone. En ik weet dat heel veel mensen dit met mij vinden. Dit is een remake van Dome, ook al vind ik hem echt totaal niet op Dome lijken. Alleen misschien een beetje de indeling van de map ofzo, maar niets anders lijkt erop. En in ieder geval weet ik dat de enemies daar gaan spawnen, dus kijken of ze daar al meteen komen. Ik speel met de Vepr. De VEPR. En dat vind ik zo een chille submachine gun. Hij werkt enorm goed voor mij. En waar zitten deze enemies? Ik weet het niet. Oh, ik zag er daar eentje lopen. Dan gaan we in zijn rug komen hopelijk. Oh, wat? Achter me, achter me. What the fuck? Waar komt dit allemaal vandaan, joh? Hij spande daar en nog iemand anders achter me. Die zat daar dan kennelijk te zitten gewoon in een hoekje of zo. Maar de Vepr, de VEPR, ik vind het zo een chille SMG. En ik zag iemand lopen, maar die laat ik eventjes gaan, want het is hier waarschijnlijk chaos. Want er komen hier waarschijnlijk heel veel enemies aan. Dat weet ik vrijwel zeker. En in ieder geval heeft hij mijn granaat gegeten. Dus dat is mooi. En helaas kan ik niet in zijn rug komen. Oh, wat? Ze zitten hier gewoon met z'n tweeën te campen. Hij gebruikt de shotgun en die andere die zit daar gewoon een beetje stil te zitten. Oké, nou ja, wat je tactiek noemt. Ik bedoel, ik vind het saai om zo te gaan zitten, maar kennelijk vinden hun het wel vet. En die knee slide gebruik ik heel vaak. Oh shit, teammate. Teammate heeft hem. Oké, nice. En dan gaan we eens eventjes kijken waar we heen moeten. En het is heel lastig om op deze map een goede streak op te bouwen, want in principe... Ik had even jeuk aan mijn oog, dus... Dan zat ik even te krabben. Maar in principe is het best wel lastig om op een hoge streak te gaan. Omdat iedereen overal continu vandaan komt. En het is heel lastig om dan in leven te blijven als iedereen continu van allemaal verschillende kanten vandaan komt. En in ieder geval mijn field orders get one kill while prone. Dus ik ga liggen en hopen dat er iemand langskomt zometeen. Even verladen. En... Dus even kijken waar ze vandaan kunnen komen. Ik denk eigenlijk dat ze hier ergens uit deze hoek gaan komen. Dan maar geen prone kill. Dan eventjes de normale kill en de setcom. Uh-oh, een granaat. What the fuck ontplofte er? Huh? Oké, dat was heel vreemd. Maar what the fuck ontplofte er? Nou ja, het zal wel. In ieder geval heel vreemd. En dan weten we dat dat in ieder geval ook weer kan exploderen. En heel veel mensen van het enemy team gebruiken nu off the grid... Praktisch allemaal gebruiken ze dat eigenlijk. En dat is dus wat minder. En in ieder geval... Dank je teammate. Want ik werd beschoten. En in ieder geval gaan ze denk ik vanaf hier binnen weer komen. Dus dat is maar eventjes jagen. En even kijken waar ze zitten. En dit heb ik trouwens net maar echt ter nauwe nood overleefd. Alleen... Als mijn teammates er zo even aan de kant gaan. Want ik word continu geblokt. En dat is ook super irritant. Dan kan ik even doorlopen. En heeft hij een shotgun? Of hij knife me? Ik weet het niet. Wat deed hij? Welk van de twee? Knife of shotgun? Een soort van allebei. Volgens mij schoot hij en toen probeerde hij te knife of zo. Nou ja, ik weet het niet. Dat zal wel in ieder geval. Alleen, ik hoop wel dat ik positief kan gaan. Ik ga 9 om 6. Dat is in ieder geval positief. Maar... Ik wil wel eventjes wat beter positief gaan, want dit schiet natuurlijk niet echt op. En ik vind het eigenlijk een beetje een nadeel deze map, dat, laat maar zeggen, heel veel mensen zo rustig gaan spelen. Want dat maakt het echt niet leuk. En die kerel heeft de sniper trouwens, dus daarvoor moet ik even gaan oppassen. Want dan gaat hij daarboven zitten. Of heeft hij ook nog een shotgun toevallig? Ja, shotgun, wauw. En deze map vind ik een beetje een nadeel dan. Het is wel een hele leuke map. Alleen het is heel erg lastig om op een streak te gaan. En het gaat je heel erg lastig lukken om op zo'n streak te gaan. En waarom kill ik de kerel niet omdat het potje voorbij is? Oké. Nou ja, jammer. Maar dit was in ieder geval een potje Strike Zone. Een heel kort potje. En dit vind ik dus de leukste map. 12 om 7. Het ging nou niet echt super. Want ik weet nog niet wat de beste tactiek is voor deze map. En wat de fuck is dit voor een kill? Oké. Kennelijk was dat een killcam. Kennelijk. Kennelijk had die hond iemand gekild, ook al stond hij er 20 meter vandaan. Maar goed jongens, dit was hem. Laat even een groen duimpje achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En adieu.